Het Staatsziekenfonds gaat onverkort door om haar diensten dichter bij het publiek te brengen. In dit kader heeft zij op maandag 18 mei 2020 een apotheek geopend aan de Vijfde Rijweg. Deze farmacie moet het gemak voor de plaatselijke gemeenschap vergroten om dicht bij huis medicijnen te kunnen betrekken. De opening werd verricht door president Desiree Boutersen. Yarikaba is in opmars. Ja toch? Yarikaba is in opmars. Het is eigenlijk een jaar terug begonnen toen de president hier in Yarikaba in Criolla was. En men mocht de president vragen stellen. En er waren x aantal zaken die men had aangekaart bij de president. Zo had men in feite gevraagd aan decentralisatie. Dat wil zeggen, we willen al onze zaken hier in Saramaka doen. We willen al onze zaken hier in Yarikaba doen. En het was onder andere de aannemer, SL Groep. Laten we hem een harde applaus geven. Omdat zij ervoor gezorgd hadden dat we hier een incasso-kantoor, en dat was ook de vraag toen der tijd van SWM, EBS en Telesuur, hadden. Er was heel veel gevraagd. En er wordt ook heel veel gedaan in Yarikaba. Zo was er gevraagd naar ophaalwerkzaamheden. En onder andere dankzij onze minister die elke keer hier is in Saramaka, hebben we deze keer, we hebben een grote regentijd gehad, maar omdat we structureel in alle resorten bezig waren met onze machines, hebben we geen enkel perceel nu te zien dat onder water is. Er was ook gevraagd naar een CBB-kantoor en dat hebben we ook kunnen doen. Dat is alles in het kader van decentralisatie dat we hebben gedaan. Maar vandaag is het hoogtepunt. We gaan straks een unit van RGD hebben. Dat wil zeggen dat men met een recept niet elders hoeft te gaan, maar hier op het centraal punt dat kunnen doen. Ik ben trots. Ik ben trots op de ondernemer die geloof heeft om ook in deze periode de investering te doen. En ik ben dankbaar aan RGD dat zij ook dat gedeelte willen doen voor de mensen van Saramaka. Ik wil Saramaka feliciteren. Ik wil Saramaka feliciteren en op het hart drukken om gebruik te maken van de mogelijkheden die we hier hebben. Ik wil de ondernemer bedanken. Gebruikt u dit goed. Dank u wel. Te denken en te dromen. Maar ook je dromen realiteit te laten worden. Want if is dondering, dan ben je ook niks waar. Dan ben je taandering. Maar het is niet alleen groot dromen, maar het is ook groot zijn om uit te kunnen voeren. Georganiseerd uit te kunnen voeren. Die daadkracht te kunnen tonen. Die vooruitgang te kunnen brengen. Die ontwikkeling verder te kunnen duwen. Vandaag is het een SZF-kantoor die wordt geopend. Een apotheek. Maar gelooft u mij, het zal niet hierbij blijven. Ook die hap gaat komen. Het gaat rond wij als volk en als regering weten waar we naartoe gaan en dat het duidelijk is voor ieder. En dat wanneer zulk beleid is vastgelegd, maakt niet uit wie dat wint. Of je nou Stree bent, of je bent NDP, of je bent Pro, of je bent VHP. Dan weet je van, hey, dit is voor langere termijn uitgezet. En het is een kwestie van invullen. Het strategisch doel is belangrijk. En elke partij zou dat tactisch doel mogerwijs naar het strategisch doel zelf kunnen invullen. En daarom praat ik altijd over samen nadenken over zaken in het land. Binnen de NDP waren er bepaalde dingen die we echt op prioriteiten hadden gesteld. En ik mag u dan ook duidelijk dan zeggen, vandaag hebben we weer een bijzondere dag.
Ik ga dan zeggen, ik ga dan echt duidelijk zeggen waarom ik zeg weer een bijzondere dag. Een aantal maanden geleden hebben we geopend de incasso kantoren hier. Daarna hebben we een mini kunstgrasveld geopend binnen Yarikaba. Vandaag zijn we hier voor een SZF kantoor met een apotheek. Van het week gaan we ook een speeltuin openen aan de Meester P. Chandishowweg op de hoek van Valweg. Ja? Dus ik mag u doorgeven dat er heel wat werk is verzet binnen Saramaka, in het bijzonder het resort Yarikaba. Jullie allen hebben gezien. Mensen zijn gekomen, zijn gegaan, 30, 35 jaren, noem maar op. Maar niemand heeft dit kunnen realiseren. Niemand. Ja? Vandaag aan de dag, als ik als ondernemer binnen Saramaka hier bepaalde projecten samen met de regering en de NDP heb kunnen realiseren, dan gaat men veel kritiek leveren op het adres van Lal Bihari. Wel, Motegi Wansani, Wogodoro, en mijn abba slogan, Unetaki, we doen.